Maar ek maar net van bo na onder, soos hy deurloop, jy sien die agterkant hoe val hy weer. Ja. So die kompos lê so vir 8 dae en fermenteer totdat dit nou reg is. Dan moet ons dit eers sif, want daar's allerlei klein korreltjies en klastertjies wat vorm wat nog te nat is en dan is daar hier en daar rommel wat net gesorteer moet word. Ja, want hierdie is tweede natuur vir my by die huis met my twee woelwaters, moet ons heeldag in die sand speel en moet ons heeldag met die emmertjies en die grafies. Nee, tjus. Wat sê? Nee, nee, gelukkig nie. Ek het nog al my Wie is jou vingerlose poppie? Daar is weer eens het volgende stap in die hele proces voor die eindproduct. Eindelijk het my ook gevoel op een mate om of ons goud delf. Jy weet in die oude tijd noem ons die goud, jy weet dan siffel om so. Ek het gekyk op waar nie ou klippiekie daar tussen al die jacintas en al die reuke. Misschien is ook kleintjie wat ek inslik en bere vir later. Daar is ons twee sakke vol. En dis hele twee sakke. Twee sakke kompos. Hier is ja. Ander kompos. Groeimedium. Dat is wat kost met mij doen. Kost is voor mij ook een groeimedium. Ja, smaak. Alle plekken. Alright, dit is niet van optel. Maar ik moet me niet verbeelden. Ik draal altijd mijn kinders met al die scheidings aan. Kom, Boetie, kom, sissie. Mama heet jullie, hoor. Pas, sy, dat gaat ons. Ik wil niet uit de kant. Ik wil niet. Kom, hou, bene, hou. Ik wil niet.